No, ik zie me nu wel. Dus dat nee. Dus dan zit ik zo meteen weer ergens. Als mijn moeder is, denk ik. Goed, ik ga even koffie boven. En dan even wat afmaken. Girl, you should wear a name tag. Ni vicious perceptive. Girl, you should wear a name tag. Yeah. Whoa. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, you're so close. No, I can't forget. No, when I saw you on the. En een hele goede morgen, mensen. Dat was ik weer. Kijk naar deze nieuwe vlog. Ik ben Isaac. En ja. Vandaag mijn moeder lekker langs, gezellig. Even vanmiddag. En even lekker. En mijn lunchen. Dus ja. Voor de rest gaan we wel rustig aan vandaag. Vandaag geen plannen. Vandaag weer. Dus, ja. Doe smash vast zo. Smash vast een duimpje omhoog. En dan daar ik het omhoog. Ik kan een hele fijne dag van. Goed, ik ga even koffie maken voor mezelf. En. Ja. Dus. Lekker koffie. Goed, ga ik allemaal moeilijker langs, gezellig, ja, ik heb er zin in. Dus ja, ik, gewoon lekker gezellig lunchen met mijn moeder samen, dat soort dingetjes met je doen. Ik ga zien wat ik ga doen nog. Er ging niet zoveel plannen eigenlijk vandaag. Morgen al niet, morgen al weer een weekend. Maandag op video monteren, maandag weer. Dus naar de kapper. Kinky. Ga ik veel zin in heb. En wat harder op. Even lekker. En rust gaan we zien wat we gaan doen eigenlijk. Verder want Dino 10 voor 1 komt de taxi. Had ik geboekt. In ieder geval tevoren dat ik al 3 kwartier over kan doen eventueel. Als ik rijd tegen die stoel aan. Handig. Ja. Dat is een beetje vandaag ik ga doen. Ik ga wel, mijn moeder komt ik ga kijken of ik wel tevens een andere buurvrouw kan komen gezellig ben zo warm. Ik denk dat ik het gezellig vind. Ja, maar dat vind ik nu wel gewaard heb aan de. Dus mag ik ook even via de app terugvragen. Maar goed, dan zien we wat er de deur open staat. Dus, ik ga
Goed verhaal is ook echt goed gedaan, jongen. Nee, weet je nog niet hoe ik het, dus ik hoor het, denk ik. Goed, ik heb een zakje gelegd. Ik zit lekker moeder te wachten. Die komt bijna. En het is niet zo geweldig dat het kwam. Dus ik denk dat ze gewoon zo leuk nu ongeveer kan komen, denk ik. Dus, ja. Ik weet er eens toe aan, anders. Nee, ik heb een stoel. Ga ik af en toe tegenaan rijden. Maar goed, niks aan het doen soms. Dus, ja, ja. Voor de rest, nog een uploaden video, de vlog bedoel ik. Het duurt niet zo lang, ik dacht dat het niet langer ging duren, maar het valt er mee. Gelukkig. Zo, ik zie het nu wel. Het valt mee, dus dan zit ik zo meteen weer ergens, als mijn moeder is, denk ik. Goed, ik ga even koffie op boven. En dan even wat afmaken. Wat dingetjes doen. En dan... Ja, voor de rest, moeder net geweest, gezellig. Dus dat was ook wel even gezellig, een broodje gegeten met mijn moeder samen. Dat is een dingetje een beetje gedaan vandaag, dus net nog. Dus dan zie ik zo meteen uit weer. Ik heb lekker koffie op. En nu ga ik ook wel even naar YouTube kijken. Dus, ja. Lekker weer, maar iets te koud gekleed ervoor. Nog eens even zacht wat dat is. Zacht die taart. Dus, ja. Dus, rustig aan. Goed mensen, ik heb lekker een zakje gelegd. En, natuurlijk. Dat meestal rond deze rond. Meestal. Dat blijf ik met lopen. Een beetje lekker gepakt voor mezelf. Heerlijk eventjes. En daar heb ik zin in. Dus ja. Voor de rest is het gewoon lekker. Nu YouTube kijken even. Ik moet even zeggen dat het masje ervoor gewoon echt kort was. Hij maakt niet uit op zich, ik kan een keer geen kwaad. Voor mij was hij voorbij. Maar goed, dat kan natuurlijk gebeuren. En terwijl het vlogs wat korter zijn dan anders. Maar dit was een beetje te kort, vond ik eigenlijk wel goed. Het is natuurlijk een harde keus wat zij doet. Dus ja, toch leuk weer. Een vlogje van Asha. Maar goed, voor de rest. Dus te gaan doen, een beetje YouTubers kijken. Ik kan net naar even naar Huisje Wout TV kijken. En zo kijk ik vanavond naar het eten. Goed, ik ga even eten. En nou, lekker even. Ik ben dat die vlog niet vandaag wel online is gekomen. Gisteren niet. Dus houd je van mezelf, omdat er uit het licht. Want toch heet het in te plannen een dag gisteren is. Dus dat is niet online gekomen van de video. Dus ja. Dus nu lekker vrij, weekend echt lekker weekend houden. Dus dat dus. Lekker even te kijken naar de hummeltjes. En lekker gegeten. Ik heb Chinees op lekker. Het was heerlijk. En ja. Zit ik een beetje. Dus voor de rest vandaag vanavond even verder. En zo kijken we gezellig even. Dus dingetjes een beetje doen. Dus
zit je straks ergens weer. Goed. Koffie maken. Lekker even. Even naar Instagram kijken net eventjes. En naar de hemeltjes. En dan ging je naar de pieren. Ik moest zeggen dat aan de pieren ook steeds leuker wat ik ga doen. Met vloggen en dat soort dingen. Echt heel tof om te zien hoe Anna Vera zo leuk bezig is met de vlog. En daarom is het leuk dat de vlog gewoon langer duurt. Met mijn vlogs. En ja. Dus is het leuk om dat te blijven kijken van Anna Vera en ik heb het laatste keer gekeken net eventjes, ik krijg bijna nog meer kijk. Maar ja, toch altijd leuk om daarbij naast te kijken. En ja, voor de rest is het gewoon lekker een koffie maken voor mezelf. En lekker boven koffie drinken. Ik heb een gesprek laten horen met mijn moeder over geiding en van mijn moeder en mijn schoonzus. Want ik vind het leuk dat ik koffie dronk boven. Dus dan ga ik het blijven doen ook. Want ik vind het steeds leuk omdat ik inderdaad gewoon af en toe een keer te doen. Als ik gewoon een tijd heb of zo. En ja, maak ik gewoon tijd en ik ben niet hoor. Maar ik heb waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Dus ja. Voor de rest is het gewoon lekker. Goeie dag gaat vandaag. Morgen douchen. En ja. Ik heb te denken of ik hem morgen ga monteren in de volgende video of niet. Want dan mag ik beginnen reet te doen. Eigenlijk. En aangezien ik dinsdag naar de tandarts moet. Kapper moet, sorry. Ga ik gewoon lekker. Nog even video monteren voor aankomende maart. Dus ik hoop dat de tijd op kan iets om daar gaan doen of niet. Gewoon heel goed kunnen verkrijgen voor hier. Want ja, het is me toch wel iets op het hart. Of nee, jaren eigenlijk. Dat het best wel met jullie met je op kan beginnen te doen. En dan ga ik niet zoveel meer lasten met jullie mee vallen verder. Want ja, het is best wel een dingetje geweest vroeger. Voor jullie tijd is het wel een dingetje geweest. En ja, ik heb er echt spijt van eigenlijk. Heel erg spijt van om dat nu denk ik gaan vertellen in de vlog of zo wat. Daarom moet ik eventjes vragen aan die persoon, of dat persoon ook mag maken überhaupt. Want ja, er is gewoon een puntje bij. Dus het ja, het is toch gewoon een dingetje. Zo gezegd. Ja. Ja, ik heb er wel een beetje een dingetje van gemaakt. In die tijd. Als ik nou al eerlijk had gezegd, kreeg ik geen uitrijden. Als ik gezegd heb persoonlijk, als ik zelf al gezegd heb persoonlijk. Dan denk ik dat het niet gebeurd is. Dat ik gewoon op dat het goed was of niet doorgegaan had. Dat ik niet had kunnen, als mijn had gereageerd op mij, misschien ook niet. Maar goed, het maakt niet zoveel meer uit, dus dat gebeurt. En weet je waar het nu over gaat? Misschien niet. Wie weet. Dat weet ik helemaal niet. Dus ja, het is wel moeilijk soms. Dat denk ik dus. En kijk dan ook. En ja, ik moet niet boete laten. Dus ja, dan zie ik wel of wat het mag, ja of nee. Ik denk het niet. En dan doe ik het ook niet. Goed, ik dus naar vandaag, de dag woensdag. En dan ga ik natuurlijk iets van maken voor gewoon, ik weet niet wat. Maar goed, daarom kan ik uiteindelijk morgen gaan de vliegvoerder gaan monteren. Dus daarna ga ik die speciale video monteren voor
ga niet te veel zeggen. Maar goed. Vond je de video leuk? Doe een duimpje omhoog. Geef een likje aan te abonneren als je nieuw bent. Zie je morgen om 4 uur met een nieuwe vlog. Dan zeggen we normaal tot later.